Ongeveer 2 maanden geleden liep van de werf van Verolme in Alblasserdam de eerste van een serie van 7 supertankers voor Brazilië van stapel. De moeilijke tewaterlating van het 33.000 ton metende schip verliep zeer vlot. Even vlot werd de president Juscelino afgebouwd, want reeds 8 weken later passeerde het schip Hoek van Holland voor zijn technische proefvaart. De tanker, die een lengte heeft van 203 meter, kan een nuttige last van meer dan 44 miljoen liter olie vervoeren. Deze lading wordt opgeslagen in 33 tanks. Voor de proefvaart werden deze tanks gevuld met zeewater. Dit was niet alleen nodig om de juiste diepgang te verkrijgen, maar tevens konden zo de verschillende kranen worden beproefd. In het achterschip bevindt zich de machinekamer, waar enorme door stoom aangedreven turbinemotoren voor de voortstuwing zorgen. Tijdens de proefvaart werden de omwentelingen van de schroefas door een technicus van het scheepsbouwkundig proefstation in Wageningen gecontroleerd. Een andere technicus, die de tandendokter wordt genoemd, luisterde met behulp van een stethoscoop of de tanden van het overbrengingsmechanisme goed in elkaar grepen. Natuurlijk heeft het schip een moderne radarinstallatie. Daarnaast beschikt men voor het peilen van de diepte over een echolood. Tot de verplichte programmapunten van een technische proefvaart behoort ook het meten van de snelheid. Op volle kracht vaart het schip dan enige malen langs de internationaal vastgestelde mijl voor de Schotse kust bij New Beggin. De afstand is door lichten aangegeven. In de machinekamer lazen Nederlanders en Brazilianen vol spanning de meters af, terwijl het schip op volle snelheid door de golven joeg. Contractueel moet de volgeladen tanker een snelheid bereiken van 17 mijl per uur. Hij haalde een topsnelheid van 17/19 mijl per uur. Een fraai resultaat dat des te meer opvalt als men bedenkt dat de weersomstandigheden niet gunstig waren met een zware zee en een krachtige wind. De president Juscelino, die bij deze proefvaart haar zeewaardigheid ten volle heeft bewezen, zal in de komende jaren zeker de faam van de Nederlandse scheepsbouwers over de wereldzeeën dragen.